Dat betekent dus dat je in die auto ongeveer 10 man zoveel beenruimte hebt als in het vliegtuig. Ja. Ik denk ook dat het moment nadert waarbij je wel kunt vliegen, maar alleen nadat je de onderbenen hebt laten amputeren. Het is awesome. Kunt u mij horen? Ja, China heeft zich openlijk achter Rusland geschaard. En ook bij onze podcast zijn verschillende mailtjes binnengekomen van mensen die zeggen, ja, jullie berichten te pro-Europees. Luister eventjes naar deze luisteraar. Ik spreek met Van Gilst uit Den Haag. Ik luister al zeer lang naar jullie podcast. Ook al ben ik een rechtse aanhanger van het FVD. Ik vind het goed om een links geluid ook daardoorheen te horen, om niet alles van één bron te krijgen en ook om zaken te kunnen relativeren. Maar wat me opvalt, is dat jullie pure pro-Europa, pro-westerse propaganda de wereld in spuien. Aanleiding voor het conflict in Oekraïne is uiteraard het feit dat het Westen Rusland jarenlang heeft geprovoceerd. Door onder andere raketinstallaties langs de grens van Rusland te plaatsen. Hoe zou Nederland het vinden als Rusland langs de grens van België een raketinstallatie zet? Ja, zogenaamd ter bescherming. Hè? Waarom brengen jullie alleen het pro-Europese verhaal waarbij Oekraïne dient te worden aangesloten bij Europa, zodat de Verenigde Staten van Europa krijgen? Waarom wordt er niet naar de belangen van Rusland gekeken ten aanzien van 1991... waarin werd aangegeven, beloofd, de Sovjet-Unie wordt ontbonden op voorwaarde dat de NAVO niet naar het oosten uitbreidt. Ja, oké, nou dat gaat nog eventjes zo door, maar de vraag is duidelijk. Ja, nou deels is dat natuurlijk niet onjuist. Die raketinstallaties inderdaad ergens in Polen, als ik het wel heb, of Roemenië, dat ben ik nou vergeten. Ik heb daar laatst ook een stuk over gelezen. Niet verstandig als je dat leest. Denk, ja, god, was dat nou zo dringend noodzakelijk? De Amerikanen zeiden, ja, die raketinstallaties zijn niet op Rusland gericht. Die zijn gericht op potentiële raketlanceringen in Iran. Niet dat je zegt, jongen, dat, wat is dat een urgente zaak, maar... En die hele kwestie natuurlijk van de uitbreiding van de NATO, daar hebben we het al wel eens over gehad. Dan even, het is een heel lang verhaal natuurlijk, die beschietingen van, laten we zeggen, die republiekjes door de Oekraïne. Die beschietingen, bij mijn weten, waren een volstrekt wederzijds ritueel. Dus daar kun je niet zeggen, want daar is het Westen bij uitstek schuldig. Nee, ik zou zeggen, als er nou één land is geweest wat alles uit de kast heeft gehaald de afgelopen 20 jaar om dingen te doen die niet in de haak zijn en die in het Westen argwaan hebben gewekt, dan is het wel Rusland. Dat er ook van onze kant dingen zijn gedaan die argwaan hebben gewekt, dat begrijp ik wel. Maar die zijn veel minder ernstig dan de argwaan van de andere kant. Want ook deze meneer zegt weer, ja, die Oekraïne zou aangesloten worden bij het Westen en dat is omdat het Westen, Amerika, een verenigd Europa wil. Nou, ik zou zeggen, dat is helemaal niet waar. Er is bij herhaling duidelijk gemaakt dat de Oekraïne geen lid van de NATO zou worden. Als die meneer gelijk had, dan is het een raadsel waarom de Oekraïne geen lid van de NATO is geworden. Dus ja, ik zou zeggen dat Rusland zijn ellende voornamelijk aan zichzelf heeft te danken. Als Rusland een normaal, welvarend land zou zijn geworden, niet een politiestaat, dan zou het hele probleem in feite niet hebben bestaan. Het probleem is steeds, ten aanzien van de veiligheid van Europa, dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk kloteland is. Ik zeg het nog maar even. Ik heb al gezegd, de meeste Russen ongetwijfeld beste mensen zijn. Maar Rusland is een gewelddadig crimineel land. Maar hij zegt ook van, jullie kijken te weinig naar de pro-Russie of de Russische belangen. Het is alleen maar pro-Westers. Ja, dat is niet meer dan normaal. Ik bedoel, kijkt Rusland voornamelijk naar Westerse belangen dan? Nee, maar... Je behartigt je eigen belangen. Ja. Dat lijkt mij een onvermijdelijke zaak. Maar goed dat de Russen zo'n staat zijn, dat is, nou, daar hebben ze zelf voor gekozen. Nee, dus nogmaals, wat betreft die uitbreiding van de NATO, had dat anders gekund? Ja, was dat verstandiger geweest? Daar zeg ik ook weer, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad.
In principe ja, is toen tegen de Russen gezegd, zeker door de Duitsers, Amerikanen, dat is een beetje vaag gebleven, we gaan die NATO niet uitbreiden. Maar, en toen was dat in dat tijdsgevricht, in dat raamwerk, was dat redelijk en een mooie belofte ook. Maar stel je voor dat we het uiteindelijk toen niet gedaan hadden. Maar we hadden toch met Poetin te maken gehad. En Poetin is niet alleen omdat het Westen hem dwars zat een onaangename alleenheerser geworden. Maar voornamelijk is hij een onaangename alleenheerser geworden, omdat hij het vertrouwen van de Russische bevolking bij verkiezingen in toenemende mate verloor. He, waardoor hij steeds, laten we zeggen, stappen moest zetten om ervoor te zorgen dat hij aan de macht bleef. En ja, dat heeft tenslotte opgeleverd dat hij een hele onaangename, gewelddadige alleenheerser is geworden. Dat is ook een wet aangenomen. Dat is niet onze schuld. Nee. Maar wij zijn niet gehersenspoeld door westerse berichtgeving. Ja, je weet dat wij dik betaald worden door waardoor worden we eigenlijk betaald. Ik lees altijd dat ik een CIA-agent ben, dus ja, ga er maar vanuit dat het waar is. Want de CIA betaalt geweldig, het is echt, niemand weet het, maar achterin in deze Audi liggen allemaal zakken contanten, die wij bij elke podcast, wordt er weer een zak bijgegooid met $100 biljetten. Nou ja. Oké, maar het is niet zo dat we hier leven, dat we te veel in dat bubbeltje zitten. Nee, het gekke is dat mensen altijd, als ze het niet met je eens zijn, beweren dat je een propagandist bent. Dat je ervoor betaald wordt. Ik lees ook regelmatig dat ik een dik betaalde propagandist van de NPO ben. Ja, dan kun je 10 keer zeggen dat de NPO bepaalt niet dik betaald, maar dat helpt allemaal niks. Ja. Het wantrouwen is er bij deze meneer. Het wantrouwen is er. Ja. Maar goed, dat nu ook een beetje in de vraag zit, is van als we Poetin nou beter hadden begrepen, dan hadden we dit misschien kunnen voorkomen. Dan hadden we hem niet geprovoceerd, had hij dit nou, gedaan. Nou, dat zou best kunnen zijn dat we op een aantal punten, voelde Poetin zich een beetje net als Mussolini. Ja, slecht behandeld, niet begrepen. Ongehoord Rusland een beetje, zo zou je het kunnen zeggen. Daar zit ongetwijfeld wel wat in. Maar om nou, laten we zeggen, de hele zaak om te draaien en te zeggen dat het eigenlijk onze schuld is dat Poetin nu gedwongen is om gigantische hoeveelheden geweld in de Oekraïne in te zetten. Nee, dat gaat mij wel aanzienlijk te ver. Behalve dat je ook hier dat effect hebt, dat je kijkt naar buiten en je denkt, zie de knopjes, die zie je zwellen aan de bomen. En je denkt een prachtige staalblauwe lucht. En je denkt het is heerlijk lente weer. En je gaat naar buiten en denk je, jezus, wat is het koud. Ja. En dat was in Rome natuurlijk nog veel verrassender in allerlei opzichten. Ja. En ik heb natuurlijk, heb ik al verteld dat ik heen en terug ben gevlogen. Ja, dat lijkt me heel logisch toch? Ja, dat klinkt heel logisch. Maar ik moet zeggen, als je daarmee bezig bent, dat je steeds denkt, was ik maar gaan lopen. Hè? Of met een autootje of weet ik veel vanwege wat. Vanwege de vliegangst? Nee, ik heb helemaal geen vliegangst. Maar ik wil niet overdrijven. Maar als er nou één groep van misdadige organisaties is, dan zijn het wel vliegbedrijven. Hoezo? Nou ja, je hebt geen ruimte. Ik heb in dit autootje heb ik 3 keer zoveel ruimte. Ik kon mijn benen niet uitklappen, zal ik maar zeggen. Nee, dat is waar. Je Dat mag, dat die lui niet veroordeeld worden, dat daar geen ergonomische studies worden gemaakt. Hè, als je zo'n vliegtuig leeg ziet lopen, zie je dat de helft van de mensen na 2 uur al kreupel is. En dan zwijg ik nog van de totale verwarring op die luchthavens. Hè, ook 1 grote chaos, je weet nooit precies waar je heen moet. Je staat altijd in de rijen van die rijen, weet van je die Efteling dingen. Ja, precies. Maar jij was toch met een groep, dan hoef je daar toch alleen maar achteraan te lopen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Anders had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Had ik zelfmoord gepleegd. In Fiumicino. Hè? Mijn QR-code. Je krijgt natuurlijk geen opstappapiertje als je je QR-code niet hebt laten zien. En dan vragen ze zo ijskoud 50 meter verder nog eens een keer je QR-code. Dus ik zei, ja meneer, wat is dat voor slap gelul? He, ik heb dat ding net laten zien. Nou, daar moet je niet over beginnen. Dit was in Italië, of was dit op Schiphol? Dit was in Italië, maar op Schiphol waren we ook al getrakteerd op een
ben volkomen op het allerlaatste moment moest er ineens een formulier worden ingevuld. Overigens wel op verzoek geloof ik van de Italiaanse overheid, waardoor een, ja, je begrijpt het al, enorme verwarring ontstond en weer eindeloos in de rij moest worden gestaan. Als je wil weten waar deze cultuur tenslotte zal eindigen, is dat we eindeloos overal in de rij moeten staan voor de simpelste dingen. Ik vind vliegen echt gruwelijk. Echt, ik overweeg om nooit meer te vliegen. Ook die reisjes zijn, als je het met de bus doet, hartstikke leuk, prima deluxe. Stapt hier op het Centraal Station in Utrecht. Als je ergens bent, stopt de bus, je stapt uit, je bekijkt het, komt weer terug, heerlijk rustig in de bus. Steeds op dezelfde plek, met ook niet veel beeldruimte, maar toch wel 7 keer zoveel als in die klote vliegtuigen. Het is verschrikkelijk. Maar jij zit in de bus, zit je naast de chauffeur op dat Nee. Oh. Ik zit op een hele andere plek. Oh, ik dacht dat je altijd bij de microfoon zit. Nee, Willem zit altijd vooraan. Maar ik zit ergens halverwege. Ja. Maar goed, je kunt niet met de bus naar Italië. Is natuurlijk ook veel te lang. Nee, jammer genoeg niet. Dus dat betekent waarschijnlijk toch dat ik... Ik weet niet of ik nog bereid zou zijn nog een keer te gaan vliegen. Want ik moet er natuurlijk bij zeggen dat het ergste zijn die Europese vluchten. Want daar is wel een zogenaamde eerste klas. Maar dat is vooraan en dat zijn dan 3 stoelen waar je dus 10 centimeter meer ruimte hebt. Ja, waar je de lectuurmandjes hebt. Als ik naar Amerika vlieg, dan vraag ik altijd van, natuurlijk in de hoop dat iemand anders het betaalt, vaak is dat ook zo. Ik vlieg alleen eerste klas naar Amerika. Ik business class. Dacht nou echt dat ik economy class naar Los Angeles ging vliegen. Nou ja, dan ben ik dood. Dus ja. Ja, dat is gewoon, weet ik absoluut 100% zeker dat ik dood zal zijn. Ze willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen in dat vliegtuig neer kunnen zetten. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar dat moet verboden worden. Dat wordt bovendien vliegen wat duurder, dat kan ook helemaal geen kwaad natuurlijk. En je kon deze keer niet bij de piloot voor even komen kijken? Nee, het was ITA. ITA is de restanten van het zoveelste faillissement van al Italië. En schijnt samen te werken met de KLM. Dus het was, en dat was ook op zichzelf dan wel weer komisch. Dat dus de piloten, ja, die piloten richten zich altijd even tot het publiek. Het zonnetje schijnt in Amsterdam en dan nog wat van een slappe gelul. Dat was natuurlijk al Italiaans, dus dat was niet te verstaan. Maar daarna wat kwam het meest komische, namelijk het Engels wat de piloten spraken. Ik denk, nou, als deze daar contact opnemen met een verkeerstoren, dan is er geen mens die kan verstaan wat ze zeggen. Met je Rutte Engels. Nou, Rutte Engels vergeleken met dit Engels is Rutte Shakespeare zelf. Het was echt, het was op het komische af. En dan ook met die Italiaanse tong van... Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, ik hoorde, het is dus een wonder eigenlijk dat je veilig teruggekomen bent. Feitelijk wel, ja. Ja. Het was verschrikkelijk, kan niet anders zeggen. Ja, en het feit dat je daar natuurlijk 3 uur duimen zit te draaien op dat stomme vliegveld. Ja, ik denk toch dat je de trein moet pakken de volgende keer. Ja, maar het duurt eeuwig naar Italië. Dan moet je wel zeggen, eigenlijk 7 keer overstappen. Ik heb nog eens een artikeltje gelezen over dat je kon ook vanaf Schiphol voor €46 naar Barcelona vliegen. En met de trein bleek het €396 te kosten. En moest je 7 keer overstappen, ja. Laten ze in godsnaam in Europa dat treinverkeer eens behoorlijk regelen. Hè? Zelfs als je met de trein naar Berlijn gaat, dan ten eerste, dat is ook heel eigenaardig, is het dan zo dat de Nederlandse conducteur in die trein echt de laatste 20 minuten, als je nog in Nederland bent, steeds zegt van, denkt u erom dat het volgende station is het laatste station in Nederland. En dan 3 minuten later, ja, we naderen nu het allerlaatste station. En alsof het hele idee dat je in Duitsland terecht zou komen, dat zo verschrikkelijk is. En dan vlak over de grens komt die hele trein tot stilstaan. En dan komt er een andere locomotief voor. Wat is dat nou voor onzin? Want dan gaat hij overigens in Duitsland veel harder rijden over normaal railbed. Vind ik ook altijd zo typisch dat wij zo'n hoge snelheidslijn hebben aangelegd, terwijl met wat schrikken en plooien, niet waar, kun je over normaal railbed ook best 200 rijden, dat is ruim voldoende. Maar ik geef toe dat vergeleken met het vliegtuig, is elke vorm van treinreis valt te prefereren. Alleen is het idioot duur.
En moet je dus alsmaar overstappen. Ja, maar als je met de Thalys van Amsterdam naar Parijs gaat, ga je dus ook door drie landen, maar dan gaat het wel goed. Heb goed, je niet... goed. Hoe vaak doe je dat? Nou ja, ik heb dat een paar keer gedaan. Dat ging, je hebt niet door dat je België inrijdt of Frankrijk inrijdt. Nou, dat heb je snel genoeg door. Ja, tussen Antwerpen en Brussel rijdt de Thalys ongeveer 25 kilometer per uur. Ja, hij rijdt wel langzaam. Zijn nog tegen mijn vrouwen kunnen. Als we ernaast gaan lopen, zijn we er eerder. Ja. Nee, dat is volstrekt lachwekkend, vind ik dat. Ja, maar er hoeft geen andere locomotief Thalys, te komen. Die rijdt, nee, dat dan niet. Want het is per slotverrekening een geïntegreerd systeem. Maar ik heb ook begrepen dat de Belgen hebben gezegd van ja, kunnen daar wel hoge snelheidssporen aanleggen tussen Antwerpen en Brussel, maar dat gaat 3 miljard kosten. Dat gaan wij niet doen. Hè? Laat het ding maar langzaam rijden, klote trein. Zoiets in die race. Nee, het is... En het eten is wel in de trein altijd heel slecht. Mijn dochter is nog eens naar, ik weet niet, gewoon naar Kopenhagen gegaan met de hoge snelheidstrein. Niets dan pech. Tenslotte heeft ze geloof ik op een ijskoud station in Noord-Duitsland in een dorp heeft ze de avond door moeten brengen. Omdat de trein niet meer reed. Nee, precies. Nou goed, dat is misschien een mooie opgave voor Volt, Europese partij, dat zij dit aan gaan pakken. Ja, misschien kan het hele personeel van Volt worden ingezet voor de stroomleiding van het Europese railnet. Dan weet je dus 100% zeker dat het tenslotte afgebroken zal worden en vervangen door vierbaanswegen. Ja, want je, daar ligt natuurlijk wel, het is wel een mooi stukje natuurlijk om een vierbaansweg overheen te leggen. Is dat zo? Het lijkt minder breed, zo'n spoor, maar dat is het toch vier, ja. Moet kunnen. Iets smaller. Ja, oké. Okay. Maar het, ja, god, het lichter. En dan hebben we al die hoge snelheidslijnen gebouwd. Die wat mij betreft, vond ik dat allemaal een prima initiatief. Maar het is dus, wij komen terug op het punt van organisatie. Het is een zootje. Ze kunnen niet met elkaar overleggen en tot reële overeenkomsten komen. Nee, dat is dus wat ik Xi Jinping zo grappig vind aan Europa. En dat hij denkt, ja, die worden toch nooit eens. Allemaal verschillend. Nou, dat is op het punt van het spoorwegwezen. Is Xi Jinping heeft dat dan heel scherp gezien. Want je weet dat de Chinezen in 10 jaar hebben ze meer hoge snelheidslijnen aangelegd dan Europa in een halve eeuw. Ja, ja dat, maar dan moet je dus een dictator hebben. Of een type die het bepaalt gewoon. Ja, en dat heb ik er niet voor over. Dat weer niet, oké. Okay. Nee, dat heb ik er niet voor over. Ik ben persoonlijk een groot liefhebber van de bus. Ja. Ja. Net als zo'n brom, brom, brom geluidje. Zo. Prima. Ja, maar goed. Er zijn ook mensen die gaan op wintersport met de bus. Die worden daar ook niet vrolijk van. Als je dan in, leg uit die bus rolt, dan ben je ook niet blij. Kijk, daar heb ik een heel eenvoudig advies voor. Ga niet met de wintersport. Een waardeloos idee. Het is niet meer dan mythologie. Dat leuk en fijn is, maar dat moet je gewoon niet doen. Willem-Alexander was ook weer, hè? Het was hier ook ijskoud, dus. Ja, maar de koning was ook wel, ondanks de oorlog, wel gewoon op wintersport. Ja, maar ja, je weet dat hij sowieso onder alle omstandigheden toch met vakantie gaat. Ja, dat klopt, ja. Oké, ik wens je heel veel plezier in Eindhoven straks. Ja, ik ben wel benieuwd. Waar gaat het over? Hierover, waar wij het vandaag over gehad hebben. Het lijkt me een prachtig thema, eigenlijk gezegd. Ja. Bijvoorbeeld ambities en de mogelijkheid om ze te realiseren. Leuk. Dat is natuurlijk een hele nuttige les. Waar is dat in Eindhoven? Wat voor theater is dat? Ja, dat heet Theater de... Het is niet een schouwburg. Het heeft een naam, het theater. Je hoeft er niet zelf naar... Ga je met de trein daar naartoe? Nee, joh. Met de bus? Nee, met de auto. Oh, ik heb een chauffeur. Iemand brengt je naartoe. Je hoeft niet zelf de kaart te lezen. Nee, ik doe helemaal niks. Ik zit achterin. Heerlijk. Ik zit heerlijk te relaxen. Ik heb ook zo'n autootje achterin. Ik heb hier ook stoelverwarming. En van die wind die er doorheen waait als het te warm buiten wordt. Dat is echt geweldig. Waar moet in zitten? Hier allemaal knopjes. Hier links van mij. Waarmee je alles kunt regelen. De radio, de verwarming, de hele zante kraam. Het is echt prachtig. En dan ga je de krant zitten lezen. Ja, dan ga ik net wat je zegt, ga ik de krant zitten lezen. Zaterdag een krant hebben. Je weet, dat is een enorm pakket. Ja. En ik heb, nou, met dit stoeltje zo hier. Maar ik heb in mijn auto nog wel iets meer beenruimte. Oké, heb je ook iets te denken dan? Dat betekent dus dat je in die auto ongeveer 10 man zoveel beenruimte hebt als in het vliegtuig. Ja. Ik denk ook dat het moment nadert waarbij je wel kunt vliegen. Maar alleen nadat je de onderbenen hebt laten amputeren.
Misschien is dan de oplossing dat je met die chauffeur ook naar Italië rijdt. En die rommel die je dan nog wel te eten krijgt. Twee zakjes met een soort nondescripte, ja, ik kan het niet precies beschrijven, een soort drolletjes. Een soort droge drolletjes. Dat waren geloof ik zoutjes. Nou, dit is echt dat vliegen. En dan al die lulkoek toen ik jong was, dat vliegen, dat was een internationaal paspoort naar genot en luxe. En nou ja, gaan ze maar door. Het is de meest lullige, arme, tierige en kloterige manier van transport die er bestaat. De functie van die wapens was ook al een symbolische functie geworden, een afschrikkingsfunctie. Meer weten over de geschiedenis van kernwapens? We zullen zien dat je wellicht kunt constateren dat het hele nucleaire tijdperk in zekere zin een tijdperk van afschrikking, van deterrence is geweest. Hoor je in het luisterboek Kernwapens. De wapens waren er wel, maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden. Download het luisterboek via de link in de show notes.